Hoi allemaal, welkom bij weer een leuke nieuwe video. En deze keer een korte video om op een leuke manier jouw goodies bij bijvoorbeeld een swap te kunnen stoppen. En dat gaan we doen door een mini clipboard te maken. Wat we nodig hebben is een stukje chipboard, wat designpapier, een splitpen, een klein klemmetje en wat versiering, wat ik hier al heb klaar liggen. We gaan beginnen. Mijn clipboard die wordt 10 keer 14 centimeter. En zo groot is ook het chipboard wat ik heb gesneden. En dat ga ik eerst aan de achterkant van mijn designpapier plakken. En mijn designpapier is aan allebei de kanten 3 centimeter groter. Dus het is 13 centimeter breed en 17 centimeter hoog. En dat ga ik hier mooi in het midden opplakken. Ongeveer in het midden. Dat betekent aan alle randen ongeveer 1,5 centimeter ruimte. En dan gaan we dit stukje chipboard gaan we inpakken. Zoals we dat ook bij mini-albums altijd doen. Dus hier gaan de hoekjes weer af. Ik maak even langs de randen met mijn vouwbeen al een klein beetje een voorvouw. En dan gaan we de hoekjes wegknippen. Wederom, zoals we dat altijd doen, ook bij de mini-albums, niet te dicht op de hoek. Dus er blijft wat ruimte langsaf. En dan knippen we 3 hoeken weg. Laat liever iets te veel dan iets te weinig ruimte daarover. Zo. En dan vouwen we dat eerst even om, zonder te plakken. En dan gaat straks het plakken een stuk makkelijker. Maar je kan dat natuurlijk met tape doen of met lijm. Die flapjes in zetten. En dan mooi dicht plakken. Zo, zit die mooi ingepakt. En dan zie je hier natuurlijk nog het chipboard. Dat gaan we ook wegwerken. Daarvoor heb ik dan een stukje designpapier wat 1,5 centimeter kleiner is als het chipboard. Dus dat is 9,5 keer 13,5. En ik heb hem alvast gestikt, want dat vond ik wel een leuk effect. Maar dat is natuurlijk geen must. Die komt hier bovenop. Maar voordat ik hem hierop ga plakken, ga ik mijn clip... even kijken, want ik wil hem graag een beetje in het midden hebben. Dus ga ik even het midden opzoeken. Op deze hoogte. En dan heb je daar zo'n gaatje in zitten in die achterste. En die ga ik, die ga ik even aftekenen. Dus ik leg hem in het midden. En
dat gaatje. Dat teken ik even af. En dan moeten we hier een gaatje in maken. Dan ben ik even lui, want mijn koppendouw ligt niet hier in de buurt, maar een speld wel. Dus dan prik ik even een gaatje erin. En daar komt dan zometeen de splitpen. Inclusief, dus ik steek de splitpen door de achterkant van de clip. Op deze manier. En dan zet ik hem hier in dat gaatje. En aan de achterkant van je designpapier maak je hem dan open. Als je hem goed stevig aandrukt, dan zit ook de clip meteen stevig erop. En dan kun je hem nu hier opplakken. Dat doe ik ook gewoon met een beetje lijm. En dan rondom de splitpen even wat extra. En dan plakken we die hier mooi in zijn geheel op. Met overal een randje van het designpapier wat we aan de achterkant gebruikt hebben. En dan is de basis eigenlijk al klaar van je kleine mini clipbord. En dan kan je hier allemaal leuke goodies, een zakje met kleine dingetjes, wat kaartjes, wat tags. Leuke dingetjes die je maatje weer kan gebruiken om mee te knutselen. Ik vind het alleen wel leuk om ook de achterkant hier te versieren. Dan heb ik een leuk sneeuwpopje. Het wordt voor een winterse swap dit clipboard. Dus ik heb een kaartje met Baby It's Cold Outside. Een gouden cirkel, want ik had ook met goud gestikt. En ook dat kaartje heb ik gestikt. En dan leuk met die sneeuwpop. Op deze manier wilde ik dat dan doen. Dus die ga ik ook even opplakken. Je ziet dat goud is gewoon van een chocoladeverpakking. Je kunt natuurlijk prima gouden glanspapier gebruiken. Maar dit had ik bij de hand en waarom niet? Ziet niemand dat van dat het van de chocolade was, toch? En de kleine sneeuwpop. Heb ik mijn goodies voor eronder nog niet voor elkaar. Maar daar kun je iets bij voorstellen dat je die dan hier zo onder klipt. En als je die dan eraf haalt om te gebruiken, dan heb je nog een schattig leuk clipbordje over met een leuke versiering daarachter. Zou eventueel hier ook nog een leuk lint door dat gat kunnen steken, dan met je versieren. Nog andere dingetjes erop. Wat pailletjes misschien of iets anders. Maar zover een leuke manier om je goodies te versturen bij een leuke swap. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het is maar een kort filmpje, maar misschien geeft het je weer een leuk nieuw inspiratie. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!